Dus wennen aan de... Nee, zal ik die lamp op je kop halen? Dat jij aan het rijden bent, die lamp. Denk, ja, nou, ik word hier van lamp en licht voorzien. Oh, heerlijk. Ja, dat vind ik heel mooi. Een hele goede dag, dames en heren. En superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is weer een nieuwe week. Ja, heerlijk. Ik ben deze dag begonnen met een heerlijk ontbijtje. Ik heb al wat werk gedaan. Dat is het er allemaal op. Dat is heel erg fijn. En nu is het tijd om eventjes wat berichten te gaan sturen naar mijn familie en zo. En kijken wie er allemaal komen. Want ik heb deze week mijn verjaardag vier. Ik was vorige maand, de 18e van april, was ik jarig. En ik ben niet zo goed met plannen. Ik ben goed met plannen, maar niet plannen heel ver vooruit. Dus ik was eigenlijk een beetje vergeten dat ik mijn verjaardag moest vieren. Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dat vind ik altijd wel leuk. Om dan te zeggen dat ik over een week jarig was. En dan, jongens, kun je misschien volgende week langskomen. Dat gaat niet bij iedereen. Heb ik gezegd tegen mezelf. En tegen de mensen die wilden komen. Volgende maand vier ik mijn verjaardag. En dan zijn jullie allemaal welkom. Maar ja, het is altijd wel even handig om te weten wie er nou echt komt. En wie er nou echt kan. Een weekje van tevoren. Dat ze allemaal nog even een reminder krijgen. Dan kan ik morgen mooie boodschappen doen. En alles halen voor het visje. Zoals het in Brabant zeggen. Even lekker lunchen, filmpje erbij. Ik heb net even boodschappen gedaan. Ik moet natuurlijk eventjes pre-dinner eten, voordat ik straks uit eten ga vanavond. Want ja, ik ben een dikzak. That's my... hoezo ben ik? Ja, en jullie weten het natuurlijk helemaal niet. Maar Aniek komt me ophalen. En wie dat is, zul je zo meteen wel zien. Op station Eindhoven. Let's go. Zo, daar zitten we dan in het autootje. Fucking chill. En we hebben gewoon een open dak. Echt heel erg lekker. Het zonnetje schijnt echt ziek lekker. Dat ik echt niet veel verwacht vandaag. Maar ja, we gaan eens even lekker richting het strand. Heel veel zin in. Fucking chill. Aniek. Dat is trouwens Aniek. Hi. Heeft gewoon een eigen licht in de auto liggen. Want ja, als je goede selfies moet maken. Nee, dat is een grapje. Maar ze heeft gewoon zo'n ringlight mee. Zo'n LED ringlight. Ja, en die had ze straks gekocht? Of wanneer had ze gekocht? Wel een tijdje terug, toch? Ja, even geleden. Even geleden. En toen zei ik straks tegen haar van... Neem die al, zei jij tegen mij? Ik neem hem mee. Ik neem hem mee, ja. Toen dacht ik, ja, dat is een grapje. Maar ze heeft hem ook echt meegenomen ook. Fucking vet. Ja, dus hier gaan we straks hele mooie foto's mee maken. Of zo. Weet ik ook niet. Maar in ieder geval, we staan in de file. Echt dik in de file ook. Maar we staan gewoon stil. Ja, zij rijden. Maar we zijn er bijna, hopelijk. Nog 26 minuten te gaan. Ja, jongens, we zitten lekker in het restaurant. Het is echt fucking mooi zoals je ziet. Echt een best wel mooie ruimte. En ja, we hebben dus net ons drinken besteld. En een seconde later stonden we. En het eten besteld stond een seconde later. Dus nu gaan we ons hoofdgerecht bestellen. Maar ik denk dat we er even mee gaan wachten. Want anders staat het ook binnen 1 minuut op tafel. Dat is niet zo heel handig. Nou jongens, ik weet niet wat dit is. Maar dit was een pannenkoekenrestaurant. En Niek is degene die wel even beslist om een pannenkoek te gaan eten. En ik dacht... Die burger ziet er ook wel lekker uit. En frietjes. En ik hou van frietjes, dus dan worden het frietjes. Standaard. Maar zometeen komt er sowieso nog een pannenkoek aan. Nou, ik had het beloofd. We gingen sowieso nog een pannenkoek eten. Dit is een pannenkoek met monchou. Maar dit ziet er zo tering lekker uit. En dit gaat echt zoveel vullen. Maar hij is best wel dun trouwens, die pannenkoek. Nog. Maar, nou, Aniek, smakelijk eten. Gaat lekker. Ja. A few moments later. Nou jongens, we zijn nu klaar. Was echt heel erg gezellig, toch? Of niet? Ja, dat is gezellig. Oké, okay, yes, dat is gezellig. Nice. Hoppa. Dat was ook echt heel erg lekker. En het mooie was nog, dat heb ik niet eens tegen jou verteld. Maar de vrouw waar ik net ging afrekenen, die zei... Hadden jullie 3 gerechten? Dus ik zeg... ja, we hadden nog een toetje. Ik zei, een toetje? Nee, ik zie er 3 gerechten. En ik zei, ja, we hadden die één als toetje. Oh! Oké. Okay. Ja, daarom, ik vond het al gek. Want ja, dat doet eigenlijk niemand. Dus dacht ik... Nou. Dankjewel, dan voel ik me meteen weer een dikzak. Dus ik ben erin met natuurlijk habitat. Nou, nu gaan we lekker naar huis toe rijden. Ik ben lekker afgezet in Eindhoven. Nou, lieve mensen, ik ben net thuis gekomen. En het is laat. Het is bijna 11:30. En ik ben lekker thuis gekomen. Het was best wel koud op de fiets, moet ik zeggen. Maar al met al, een geslaagde avond. En ik ga nu lekker de bed in. Want morgen vroeg op, om eventjes kaart te kunnen werken. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video om 4:30. Oh, en overmorgen, holy shit, wordt het zo'n ontzettend vette dag. Ik kan niet veel over vertellen, maar het wordt echt heel erg vet. Later.